Dag iedereen allemaal, we staan bij Studio Delft on the Move. En ik ben Omar Habib en er komt de eerste nummer eraan, die heet Justitie. Gasten, we hebben justities. Rugdek polities. Administratie visies. Justitie eist 10 maanden voorwaardelijk. Vol met wraak en hatelijk. Sommige rechter, de zaak is belachelijk. Ik beschouw je als achterlijk. Of de zaak gevaarlijk en krachtelijk. Ik stel mijn zaak hoogmachtelijk. Wees goed met rechter, rechter of een eerlijke rechter, meneer rechter. We hebben normen, waarden, plichten. In de cel 10 dagen gevecht tuchten. En plichten, geen tijd om vluchten. Half uurtje maar luchten, in de cel tuchten. Gevecht op straat, schietpartij, schutters, boefers, sukkels. Er zijn gasten die ik noem ze boefers. Er zijn gasten die ik noem ze hoeders. Midden in de nacht boeven, jonken niet zoeken, kracht ploegen, ploegen dienst ploegen, helemaal vroeg vroeger, seks toevoegen, zoveel pijn en verdriet, gek ziek op mijn beat, we schieten op de beat, we scoren iets, het maakt niet uit, dief of een bandiet, of een achterlijke kritiek, in kritiek of verdriet, of midden in de nacht muziek. Kom maar op dagen me, we schieten zonder verdriet, in mijn hoofd ben ik ziek, je gasten zijn gek op mijn beat. We kennen geen stappen, we kennen wel klappen. We worden kikkiems uit verschillende stammen. Dat is zo kid, oh fucking kritiek. Ik stel mijn meisje, luister naar een leuke lied. Dans op die beat, ondertussen zijn we aan het genieten. Om me heen zijn zoveel maten, we kennen geen verdrieten. We staan met z'n allen aan het bieden, we zijn nachtbandieten. En niet aanbieding, of gevaarlijk, en niet pikken. Waarom dagen jullie mij uit zonder consequentie? Dames en heren, attentie. Informatie krijgen we via kranten of advertentie. We kennen geen urgentie, nieuwskranten, attentie, attentie. Ambtenaar zonder urgentie of advertentie. We keren terug naar nieuwsurgentie, seksprovincie. Vol met ambitie en ambities. Variatie en concurrentie, politievisie, politieface geven, artiesten, whisky, nood en bipsie, nekarrestatie, politie zonder reputatie of slechte reputatie. Dames en heren, ik kom op de volgende nummer, die heet de Maatschappij. Alles draait om geld, enorme waarde. En nou zijn we weer aan het braken. Mijn boy, ik keek niets achter mijn rug aan het bewaken. En zo gaan we door en door. Sommige sukken met ons moet je niet spelen. Maar we zijn professionele inbrakers. Vieze jullie haters. Mijn boy, ik keek niets beste dikkrakers. Zie voor aanslag doen we het tragelijk. Schiet seks van je leven gemakkelijk. Gevoerde wraak was toen wrakelijk. Fuck de maten naar je en hatelijk. Alvast zeg ik je echt smakelijk. Aan sociale gedrag, maatschappij is er van tevoren bedacht. Liegen, bedriegen, is hun bedacht. Ik rapporteer een hele hoerverslag. Voor geld en prostituele rentebedrag. Hoeren werken van tevoren is hun bedacht. Nou hebben we over situatie onderling. Prostituering en stoer doen mondeling. Algemene rechtvaardigheid spreken onderling. Uitspreken voor kennis en behandeling. Algemene uitvoering. We hebben verschillende werkdienstploegen. Ploegen, dienst, ploegen. Toevoegen. Nou hebben we over verleden tijd praatjes. Praatjes over jullie haters. Gasten. Gasten zijn aan het haten. Nou hebben we weer behoorlijk keken achter mijn rug dienst te verlaten. Praatjes. Jullie katakwaten. Hoeren wraken. Maatschappij haters. Achterlijke dwazen. Jullie criminaliteit en misdaden. Dames en heren, er komt nog een nummer, de laatste nummer van vanavond. En dat heet Sommige Gasten. Sommige gasten, sommige gasten. Ze staan precies bij mij als een vaste lasten. Sommige gasten, sommige gasten. Ze staan in het notitieboek bij mij als een vaste lasten. Sommige gasten staan op straat aan het handelen en hasselen. Zware jongens aan het mattelen. Amsterdamse pooiers, dat zijn zware gasten. Je kunt niet met ze behandelen. Politie treedt op actie. Hou je flexibel aan je reactie. Er zijn gasten die verdwijnen in een fractie. Wij verneuken ze goed. Goed en goed, we doen het goed. En goed en goed, met blondies komen we 5-6 te goed.
Amsterdamse pooiers, Zeedijk wandelaars. Nek de hoer in de kooi, de drugs van de fooi, de geld maken klooi. Wat dacht je nou over Zeedijk pooiers? Travestieten of lesbiennen, een loverboy, homo of gays en playboy. De hele stad staat op zijn kop, gasten binnen de situatie. Geile bitch, doe je werk administratie. Je repetit, je rapportage als een bitch administratie. Alles draait om je situatie. Sommige gasten, ze staan een racistisch boek bij mij als een vaste laster. Sommige gasten, ze staan een racistisch boek bij mij als een vaste laster. Wat zijn de komende situatie? Sommige gasten zeggen dat ze mannen zijn. En ze hebben ballen en ze knallen. Maar als ze om 1 tegen 1 gaan, durven ze niet. Maar ze kunnen wel met de groep aanvallen. Zulke gasten moeten we anders behandelen. Straatleven is moeilijk dagelijk. Je bent aan het beleven. Ik chill met mijn neven. Het is 9:30. Ik ben diep in de straat aan het beleven. Ik schreeuw, waar zijn mijn neven? Het was diep in de nacht. Er gebeurt verkrachting, zijn verkracht. We komen gasten tegen met verkeerde gedachten. Mijn neven was bezig met steek, verdachten. Politie arresteerde ons als verdachten. Maar ik heb in mijn hoofd geen verkeerde klachten. In de straat lopen zonder inkomen. Dat is misschien een lachetje. Politie arresteert ons als de verdachte in de cel tuchten met verkeerde gedachten. We werken zonder commandosignaal. We vallen aan als cannibaal. Klappen doen we terug radicaal. Wat ik vertel aan jullie allemaal. Zet mijn woorden door aan Radio's kanaal, een nieuw journaal. Al die NS, Chaffeyal, mijn woorden Kekri. Wordt vrijgesproken van proces voor bal. Dag iedereen, het is zover en we zijn bij het eind en prettige avond iedereen, verder natuurlijk en tot volgende keer. Like as een ghost. Dit was het voor vandaag bij DJ's on the Move. Een korte programma met rapper Omar Habib. Ik zie jullie op de volgende keer. Tot de next time. Dankjewel om te kijken. DJ Killer out. Jullie luisteren naar Miss Grace. Like as een ghost. Get me out your head.